Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaatsen van vrijdagochtend met een uitgebreide blik op het weer in het weekend. Na de vele buien van vannacht hebben we ook vanochtend nog te maken met veel bewolking en ook dan vallen er nog geregeld buien. De buien trekken van west naar oost over het land. Verder staat er een stevige wind. Ligt de temperatuur rond 12 à 13 graden. Slechts heel af en toe breekt de zon door. Vanmiddag neemt het aantal buien geleidelijk af, komt de zon er wat vaker bij, wordt het weerbeeld allemaal wat vriendelijker. De wind blijft stevig waaien en de temperatuur is toch wel enigszins frisjes, 15 tot 17 graden. Vanavond zijn er dan brede opklaringen en daalt de temperatuur al naar een graad of 11 à 12. Ook de wind begint geleidelijk af te nemen, dus het beste deel van de vrijdag hebben we vanavond. Morgenochtend is het ook nog droog, schijnt van tijd tot tijd de zon, maar later neemt de walking vanuit het noorden toe, gaat er opnieuw regen vallen, de meeste valt in het noorden. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Zondag lijkt een grotendeels droge dag te worden. Misschien een enkel buitje, maar zeker ook geregeld zon in 18 tot 20 graden. Verder staat de zondag iets minder wind. Maandag wordt het 20 tot 25 graden, maar later op de dag kan er een bui vallen. En ook dinsdag vallen er buien, dan bij 16 tot 19 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.